Yo, kijkers van Ties Games. We vet jullie kijken naar deze nieuwe video van Tekkit. En vandaag gaan we lekker verder met Tekkit. In deze video gaan we beginnen aan een jetpack. Daar hebben we super veel dingen voor nodig. Maar eerst ga ik eventjes een vraag beantwoorden. Die waarschijnlijk heel veel van jullie nou zullen gaan stellen in de comments. Waar de fuck, oh, what the fuck was dat? Waar de fuck is de intro, Ties? Nou, dat zal ik jullie even vertellen. Ik nam eerst op met Fraps. Er is niks mis met Fraps. Maar ik neem nou op met DX Story. Waarom de fuck neem ik nou op met DX Story? Nou, dat is gewoon omdat DX Story veel kleinere files heeft. Ik kan dan gewoon een muziekje aanzetten, opnemen en gelijk uploaden. Het is aan jullie of ik dat moet blijven doen. Of dat er gewoon minder video's zijn op Ties Games. En dat de kwaliteit met intro en zo net wat beter zijn. Dat moeten jullie kiezen. Of kiezen jullie voor meer video's op Ties Games. En gewoon zo met een lekker muziekje op de achtergrond. Jullie kunnen het zeggen in de comments. Ik ben heel benieuwd. Hopelijk is het een beetje zo. Want dan kan ik tenminste dagelijks uploaden. Want het renderen, dat is het probleem. Ik moet altijd uren renderen. En dat is heel kut met deze computer. Zodra ik een goede game PC heb, zal dat niet meer gebeuren. Maar laat het even lekker achter in de comments. Maar goed, wij gaan vandaag een jetpack maken. Wat hebben we nodig voor een jetpack? Glowstone Dust, Bedbox, Refined Iron en Advanced Circuit. Oké, ik zie een Glowstone Dust. Dan moeten we sowieso al voor naar de Nether. Dus ik heb nog wat diamonds van de condenser. Dus laten we even snel wat sticks maken. En dan maken we even een diamond pickaxe. En dan vraag je vast af waarom. Nou, dan kunnen we naar de Nether toe. Want ja, dan hebben we obsidian nodig. Even kijken, ik heb ergens, als het goed is, toch flint. Ja, ik heb flint. Ik heb steel heb ik ook. Dus deze shit laten we even allemaal hier. En dan gaan we even beneden wat dingen minen. Even kijken, ik neem gewoon zo min mogelijk mee. Oké, we hebben eten nodig. Dat in ieder geval zeker weten. Ik ga nog eventjes wat brood maken. Maar ik denk niet dat we deze video gaan afkrijgen. Maar dat zullen we dan wel zien. Ik hoop het wel, eerlijk gezegd. Want we hebben daar ook nog lapis en dat soort dingen voor nodig. Dus die moeten we dan nog in een... Of misschien nog in deze aflevering gaan minen. Of nog in een andere aflevering. Ik laat de quarry ook zeker weten hier. Water hebben we uiteraard nodig. Dit laat ik ook lekker hier. Is bullshit om dat mee te nemen. Verder ga ik nog een diamond sword maken. Want ik vind diamonds zo geil en zo. Even kijken. Dan heb ik 2 sticks voor nodig. Ik zie dat we hier nog sticks hadden. Maar dat maakt niet uit. Weet je wat? Dan doen we gewoon zo. Lekker easy. Dit hebben we dan. Diamond sword, water bucket, food, torches. Moet genoeg zijn, hoop ik. Even kijken. Dan maken we even snel ook een sword. Diamond sword. Hoppakee. Bom. En dan denk ik dat we wel goed zijn. Oh, ik kreeg een kleine pop-up. Ja, maakt niet uit. Even kijken. Ik denk dat ik ook nog eventjes naar de farm ga en eventjes ga farmen. Oh. Ben ik toch ook dom, joh. Ga ik niet eens de farm terugplaatsen. Wauw, Ties. Wauw. Godsamme, zeg. Even kijken. Dan moeten we even die seeds gaan plaatsen. Seeds. Dankjewel. Even kijken. Volgens mij hadden we nog een hele stack, toch? Oh, nee. Toch niet. Oké. Dat is dan maar zo. Maar ik vind het nummer best wel lekker. Ik word wel een beetje vrolijker. Ook in opnames als ik gewoon muziek aan heb. Dus dat kan als ik alles in één keer opneem niet. Of ik moet gewoon de muziek er niet meer bij bewerken. Misschien kost dat ook al wat rendertijd. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Maar ik denk dat we het voor nu gewoon eventjes in deze video in ieder geval voor DX Story houden. Zodat deze video snel gewoon online kan. Dat soort dingen. Dus ja, ik vind het persoonlijk heel handig. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar laat het gewoon lekker achter in de comments. En onze seeds zijn op. Oké, mooi. Ja, niet mooi, want ik heb er fucking veel nodig. Maar goed, op naar de Nether zou ik... Ja, op naar de cave zou ik zeggen. Dan doe ik eventjes... Oh my god. Dan doe ik eventjes dit. Zo. Eventjes gewoon een beetje mijn dinges organiseren. Jou heb ik niet nodig, man. Ga weg. Dank je. Even kijken. Verder vergeet ik niks. Bo kan altijd handig zijn. Je weet maar nooit, hè. Je weet maar nooit. En cobblestone ook altijd handig. Ja. Oké, ik denk dat dit het wel was. Laten we maar gewoon naar beneden gaan in de hoop dat we wat lava vinden. Volgens mij vinden we dat wel. Ik weet wel 100% zeker eigenlijk. Maar het gaat gewoon eventjes duren. Hoeveel hebben we nodig van Nether Portal? 3 keer 2 plus 4 is 10. Oké, we hebben 10 nodig voor een Nether Portal. Even kijken. Ja, ik ben niet zo goed in tafeltjes. Dat hoorden jullie wel. 3 keer 2 is... En dan 2 seconden denken. 6. Wauw. Oké, even kijken. Lava, lava, lava. Ik zie jou. Hier is lava. Ik weet 100%... Nee. Hey, een slime. The fuck? Oh, god. Even kijken. Ah, ik zie lava. Nou, volgens mij... Dat is eigenlijk niet de lava die ik zie. Zocht. Zie. Zee. Zip. Ja, lama. Dat is eigenlijk niet de lava die ik zocht. En ik heb wel nog wat iron nodig. En ik zie daar lava in mijn ooghoek. Dus dat is in ieder geval super fijn. En ik zie hier iron en dit. Ik neem het gewoon lekker mee. Nu we toch zijn, nu we toch een clean inventory hebben. En lapis, holy shit, hadden we ook nodig. Super vet dat we dat nou gewoon allemaal vinden hier.
Volgens mij hadden we ook gold nodig. Laat ik dadelijk maar even kijken. Even kijken. Jetpack. Voor dit hebben we dat nodig. Close and Dust. Ja. En dan... Ja, oké. Okay. Dus het is niet zo heel moeilijk. Ja, voor die badbox weet ik niet meer precies wat we daarvoor nodig hebben. Maar we hebben al eens eerder een badbox gemaakt. Volgens mij al bijna in het begin. Aflevering 3 of zo. Dus dat moet wel lukken. Ik vertrouw erin. Kijk, dan halen we eventjes deze tin weg. Want die hebben we sowieso ook nog wel eens een keertje nodig. Zo. Oh, lekkere muziek, jongen. Holy shit. Kijken. Zo. Oké, okay, dan gaan we deze cobblestone hakken. Of cobblestone. Dan gaan we eventjes deze obsidian hakken. Ik vind dit persoonlijk wel veel fijner, mensen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het op deze manier voor nu veel fijner. Zodat ik gewoon minimaal 2 video's per dag kan uploaden. Dat vind ik toch wel een goed punt hieraan. Anders zou ik het natuurlijk niet doen. Als mijn rendersnelheid gewoon goed en normaal was, dan zou ik het natuurlijk gewoon normaal doen. Maar het gaat gewoon niet. Dus ja, ik hoop dat jullie het gewoon goed vinden. Maar het zal binnenkort worden verbeterd. Want dan heb ik gewoon een goede PC. Dat heb ik al 20.000 keer gezegd. Maar ja, dat is dus dat. Even kijken. Gauw omhoog. We hebben er nou 2. Dus we moeten er nog 8. Zo. En mijn rekenskills zijn echt falend, jongen. Ik weet het. Holy shit. Oké, hopelijk worden we niet gebackraped of zo. Niet dat we dan doodgaan of zo. Maar gewoon omdat het kut zou zijn. Even kijken. Ja, we zitten best wel vlak onder ons huis. Ik denk, ik weet niet hoe je hier de map options kan aanzetten. Normaal is het gewoon M, maar dan gebeurt er niks. Maar dan kan ik bij de map options bijvoorbeeld... dikke 360 daar, oh. Holy shit, skills vriend, skills. Hoppakee, oké. Hij had dikke skills. Even kijken. We hebben nou 3 als het goed is, ja. Oké, nog 7, holy fucking moly. Oké. Obsidian, normaal heb ik die nooit nodig, maar... Of weet je wat we gaan doen? Oh nee, obsidian is veel te kostbaar. Nee, ik zou het in de condenser kunnen doen, weet je. Want een condenser die hoeft niet alleen maar diamonds te duplicaten door middel van spul erin te doen. Maar volgens mij is obsidian ook heel veel waard. En dat, ja, ik heb niet zoveel, weet je. En wat ik heb ik gewoon nodig. Dus ja, ik denk dat de meeste mensen dat al in de comments hadden gezegd, maar... Oh nee, oh nee, oh nee. Weet je wat jij gaat doen? Jij gaat me niet in de lava doen en dat is wel jouw plan. Want ik weet hoe jij geprogrammeerd bent. Zo, hoppakee. Nou kunnen we er niet meer invallen in ieder geval. Nou, dat is beter. Even kijken, dan gaan we hier weer eventjes door. Nou, hier kunnen we wel van veel kanten getagd worden. Dus dat fixen we dan eventjes op deze manier gewoon. Zo, en dan plaatsen we hier wat licht. Hoppakee, niemand kan mij nog iets doen. Oké, come on! Maar je ziet ook niet hoe ver je bent door dat water, hè. Dat is ook het kutte eraan. Maar ik hoop dat we ook binnenkort gewoon snel een enchanting table kunnen maken. Dat zou wel vet zijn. Ik denk dat deze episode rond de 15 minuten gaat worden. Zoals elke aflevering eigenlijk. Hoeveel hebben we nou inmiddels? Ik schat 5. Ja, 5. Even kijken. Ja, schat. Ik denk 5. Niet schat. Even kijken. Dit wordt de 6e. Kom op, nummer 6. Je kan het. 6 is een mooi getal. Ik vind dat echt een mooi getal. Ik weet niet waarom. En ik ga ondertussen even kijken hoe lang we aan het opnemen zijn. Want dat kan je zien aan de muziek uiteraard. Even kijken, dat kan je niet zien. Ja, volgens mij iets van 6 minuten, schat ik. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk 6 minuten. Iets in die richting. Oké, come on. Je kan het. Ga gewoon kapot op Obsidian. Doe het gewoon voor de mensen. Doe het gewoon voor de mensen die nou zitten te kijken. Holy shit. Oh my god. Oké, en ik heb nog wel een leuk verhaaltje aan jullie te vertellen. Maar eerst ga ik eventjes dit nog hakken. Het is morgen, of ja, laat ik maar eerst een ander verhaal vertellen. En dat is dat ik... deze week of volgende week mijn rapport krijg. En de week voor het rapport. En die muziek staat denk ik iets te hard. Nou, dat is hetzelfde, maar niet uit. Maar in zo'n voor de rapport dingen heb je altijd een rapportvergadering een week. En dan heb je heel vroeg uit. Dus dat is heel fijn. Dus morgen heb ik lekker vroeg uit. Maar wat we ook nog anders vertellen. Oh ja, er was dus. We hadden vandaag gym. Het is woensdag en dan hebben we gym. En ik hoor je en ik zie je. Komt maar. Hop. Zo, in één keer. Hopskee. Even kijken, maar wat wou ik nou zeggen? Ik zie daar nog steeds een slime die we dadelijk gaan killen. Want dan kunnen we... God dang. Oh, oh, ga weg. What the fuck? Volgens mij tript mijn muis hem helemaal. Ah, hallo. Ja, ga jij maar lekker dood. Dankjewel. Hoppakee. Ze komen allemaal van deze kant, weet je. Dat is wel een beetje kut. Maar goed, we hadden vandaag de schim. En hoeveel hebben we? We hebben er 8. God. Maar wat was ik aan het zeggen? Oh ja. We hadden vandaag dus gym. Ik kom helemaal niet uit mijn woorden, joh. Het is nou 4:30 en dat is best wel een kut tijd om op te nemen. Ben je gewoon een beetje moe van school en zo. Maar goed, wat ik dus wou zeggen was dat
Oh god, die is... Dat ik vandaag dus gym had en onder die gymles deden we dus acrogym. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel wat acrogym is. En als jullie het niet weten, ga ik nou aan jullie uitleggen omdat ik zo lief ben. En we hebben er 10 volgens mij. Cheers, bullseye. We hebben er zelfs 11. Holy shit. Even kijken, we moeten gewoon die kant op gaan. En dan komen we vanzelf denk ik bij onze cave uit. En neem ik ook gelijk deze kobbel mee. Of deze kool mee, want dan kunnen we onze badbox opladen. En daarmee kunnen we ons... Oh, ik kreeg een berichtje. Daarmee kunnen we ons jetpack dat we nou gaan maken opladen. Maar goed, laten we daar maar heen gaan. We moeten daarheen. Maar volgens mij is hier ook ergens de uitgang. Ik denk het haast van wel. Ik weet niet zeker. Zo, ga jij maar dood. Dankjewel. Even kijken. Volgens mij is daar onze uitgang. Ik denk het haast wel. Oh, nog meer lapis. Altijd handig. Zo, komt u maar. We zijn vergeten de slime te pakken, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Even kijken. Volgens mij moeten we... We zitten nou letterlijk onder ons huis. Volgens mij zijn we te ver. Want ik ben nou eventjes de mine aan het zoeken. Ja, dat zeg je nog wat. Hallo, zombie. Hoe gaat het? Met mij gaat het ook goed. Oh god. Even kijken. Tja. Jij bent dom, hè, spider. Hoppakee. Jij bent heel dom. Oké. Even rustig, Ties. En nou gaan we gewoon omhoog. Even kijken. Maar over acrogym, ja, dat is dus een bepaalde sport. Die onder het vak gym valt. Want bij gym krijg je altijd superveel shit en zo. Maar daar gaat het nou niet om. Dus ik ging lekker, ja, gewoon met mijn hoofd zo op mijn kop staan. Met mijn handen erbij natuurlijk. Dus dan zit je een beetje in een knikbeweging, weet je. Maar er kwam dus iemand aan. En die duwde me. Gewoon voor de lol, weet je. Het kan gewoon niks aan de hand. Maar die duwde me juist nog meer in een knik. Waardoor ik, zeg maar, bijna dubbel gevouwd werd. En waardoor mijn middenrif een soort van kneuzing maakte. Een middenrif is wat tussen je ribben en je wat daaronder zit. En dat klinkt nou gelijk heel verkeerd, maar tussen je ribben en je maag, laat ik het zo zeggen. Maar dat knakte dus en mijn longen, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar het deed super erge pijn. Ik kon niet ademen voor 30 seconden. Het was net alsof ik gewoon... Ik voelde echt gewoon dood. Ik voelde het gewoon. Ja, nee, ik voelde het niet. Ik zag dat het kon gebeuren. Ik voelde het gewoon. Zo'n momenten heb je gewoon in je leven. Ik schrok er zo hard van. Het meisje, het was een meisje die dat deed, die schrok er ook heel erg van. En volgens mij zijn we bijna boven nou. Maar goed, alles gaat nou goed met mij, dat jullie dat even weten. Maar ja, ik kan nooit dood kunnen zijn. En waarom lag ik daarbij? Ik weet echt niet. Maar het is wel eventjes gewoon een happening. Die je niet zo vaak happens, wat? Die je niet zo vaak, ja, krijgt, zeg maar. Even kijken, volgens mij stopte de muziek daar opeens, was er iets mis. Oh, moet je snel gaan slapen. Oh, kutmuis. Kom op, slaap. Alsjeblieft, slaap. Slaap, hoe lang zijn we aan het opnemen? Ik heb geen flauw idee. Even kijken, hoe lang zijn we... Oké, ik denk dat we zo gaan stoppen, maar ik ga eerst nog eventjes die netherportal maken. Dus we hebben deze episode niet zo heel veel kunnen doen. Even kijken, dan gaan we hier ons netherportal neerzetten, gewoon omdat het kan. Oh god, kutmuis, echt waar. Of komt net ook weer mij, hè? 1, 2, 3. Nou, gelukkig hebben we er weer eentje te veel gemined. 3. En dan zo, hop. Zo. Hop. What the fuck. Tjafetjikada. Hou eens op, muis. Holy shit. Even kijken, wat was dat van taal? Nou, dat heet dus de nieuwe T-Scames taal. Dus een nieuwe taal op de wereld. Nee, wat. Maar ja. Dat was dus eventjes wel een beetje een happening die, ja, die best, waar ik best wel bang voor was. Maar ik ben heel slecht in commentaries geven in een gameplay die ik live gewoon gameplay zeg maar in de opname. Dat legde ik heel moeilijk uit, dat weet ik. Maar ja, dat is dus even heel moeilijk voor mij. Oké, dan gaan we eventjes de netherpolder aansteken. Gaan we nog eventjes wat shit daar halen. Hopelijk worden we niet opgeblazen door een gas. Dat zou wel kut zijn. Ik hoop het niet eigenlijk. Even kijken, dan laten we de nieuwe shit die we hebben opgehaald hier. En we hebben gelijk zoveel lapis, hè, holy shit. Kijk, zo. Ja, misschien hebben we... Ik denk dat we wel veel nodig hebben van kobbel. Omdat je daar, zeg maar, bruggetjes moet maken, dat soort dingen. Kijk, zo. Oké. Okay. Ah, come on. Ik denk dat we ook nog binnenkort paardjes gaan maken in deze wereld. Lijkt me wel vet. Oké. Mensen, we gaan naar de nether. Dus een speciaal moment. Hopelijk gaan we niet dood. Zal wel een beetje kut zijn. En daar gaan we. Oh, god. Ik sprong er gewoon doorheen. Kijk, wat een bug. Ik zit er gewoon in, weet je. Nou, goed. Entering the nether. Wat? Entering the nether, simulating the world for a bit.
Ja, als we hem helemaal simuleren, dan zijn we wel even bezig. En we zijn in de nether. Hopelijk hebben we niet te veel lag. Anders moet ik de opnames heel even stoppen. Gelukkig. En wat de fuck is hier aan de hand? Volgens mij is de bedrock niet helemaal goed gegenerate. Maar dat kan aan mij... Kom jij maar eens even terug. Dat kan aan mij liggen. Want normaal heb je gewoon bedrock boven de nether. Maar dit is wel een beetje awkward. Maar goed. Even kijken. Hopelijk vinden we snel wat glowstone. Hopelijk vinden we even heel snel wat glowstone. Lag? Oh ja, daar is glowstone. Oké. Geen gas of zo. Ik zet mijn Minecraft geluid eventjes wat harder. Dit is geen quartz. Dit is iets anders wat ze hier hadden. Dus ik neem het gewoon lekker mee. Ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Nether tin. Ja, waarschijnlijk heb ik het gewoon ergens voor nodig. Dus ik neem het gewoon lekker mee. Het zal wel ook heel veel waard zijn. Dus... Oh my god. Wow. The fuck? What the fuck was dat, vriend? Nou, maakt niet uit. Oké. We hebben hier ook gewoon wind in de nether, hoor je net? Fuck logic. Even kijken, ik zie hier ook volgens mij nether koppel dan. Dat kan aan mij liggen. Maar als je daar net zo'n nether tin had, denk ik dat dat nether koppel is. Maar goed, laten we maar... Is dit dan nether coal? Serious? Lekker originele naam ook. Even kijken, zo. Nou ja, daar is mijn portal, dus de weg is niet zo moeilijk kwijt te raken, hoop ik. Even kijken. Oké, hier ergens was die glowstone, toch? Ga jij maar eens even uit. Ja, daar is de glowstone. Oké, dan gaan we daar even naartoe. En dan moet je niet vallen, Ties, want anders zijn we alles kwijt. Niet vallen. Oké, wacht. Dit moeten we anders aanpakken. Kijken. Zo. Hoppakee, hoppakee. We nemen gewoon lekker veel mee, want ja... Een jetpack is trouwens waarmee je kan vliegen voor de mensen die dat niet weten. Maar ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Dat zou je gewoon moeten weten als je een echt mens bent. En dan sorry voor de mensen die het niet weten. Het is gewoon eventjes dat ik de... Dat heet commentaries vullen. Zo. Oké, weg uit dit gat. Weg uit dit stinkgat hier. Trouw het hier gewoon voor geen ene flikker, vriend. Ik wil niet doodgaan, weet je. Ik wil niet doodgaan en al zeker niet aan lava. Want ja, dan hebben we niks meer. Oké. Oké, daar gaan we. Ja, niks meer. We hebben nog diamonds thuis liggen. Dus in principe, nou ja, het valt eigenlijk wel mee. Maar dan nog. Jullie snappen wat ik bedoel. Oké. Laatste klimp in de nether. Ik denk dat we hier voor een lange tijd nog niet meer gaan komen. Maar we hebben in ieder geval wel een netherpoll. Dat is ook zeker weten handig. Even kijken. Oké, mensen, ik ga de aflevering afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat eventjes een like achter als je het leuk vond. En laat ook gewoon een like achter als je meer Tekkit wil. En dan zie ik jullie de volgende keer met meer Tekkit. Laat gewoon een like achter. Bedankt voor het abonneren. En tot de volgende keer. Later.